Hallo en welkom bij dit webinar over het upgradeproces van Diacent naar Glooko. Voordat we verder gaan, wil ik eerst even met u kijken naar hoe u het beste de GoToWebinar tool kunt gebruiken. U ziet op het scherm dat u op het rode paaltje kunt klikken om het configuratiescherm te vergroten. Daarmee opent u onder andere het vragenveld. Het vragenveld is belangrijk om daarnaast te hebben. Hier kunt u tijdens de webinar, maar ook tijdens onze Q&A-sessie aan het einde, continu vragen stellen. Wat we vandaag zullen bespreken is wie wij zijn, waarom deze upgrade plaatsvindt, de voordelen van de upgrade naar Glooko, wat hierbij inbegrepen is en hoe u zich als kliniek hier het beste op kunt voorbereiden. Zijn er bijvoorbeeld een aantal standaardzaken die je moet weten voordat je aan de start gaat met Glooko? Deze zullen we vandaag aan bod laten komen en tevens vertellen we waar je terecht kunt voor extra support. Allereerst, wie zijn wij? Glooko transformeert de digitale zorg door mensen met diabetes en hun zorgverleners met elkaar te verbinden. Dit zorgt ervoor dat telezorg, klinisch onderzoek en samenwerking beter mogelijk is. We doen dit momenteel voor ongeveer 1 miljoen actieve patiënten, verspreid over 7500 klinieken, in 29 landen en maar liefst in 22 talen. Wat staat er te gebeuren en waarom doen we de upgrade van Diacent naar Glooko? Nou, allereerst gaan we alle klinieken en patiënten upgraden en overzetten van Diacent naar de nieuwe en verbeterde Glooko-oplossing. We doen dit omdat het ons in staat stelt het platform eigenlijk continu te blijven verbeteren en nieuwe functies toe te voegen, waar zowel klinieken als patiënten de komende jaren een hele hoop profijt van zullen hebben. De upgrade die heeft betrekking voor de klinieken en gebruikers die momenteel gebruik maken van Diacent. U zult merken als kliniek dat u een periode van 4 maanden zult hebben om te upgraden. Er is daardoor ruimte genoeg om dit naar eigen planning in te delen. Eerst zullen we u even een kort overzicht geven van de upgrade tool en wat deze precies inhoudt. Allereerst, wie worden er geüpgraded naar Glooko en zullen dus ook gebruik gaan maken van de upgrade tool? Nou, het zijn de klinieken en daarbij de kliniekbeheerder, de admin. Dus het is de persoon die aangewezen zal worden binnen de kliniek om namens de kliniek het account te upgraden. Daar zal ik straks nog wat meer over vertellen. Daarnaast zijn dit ook de zelf geregistreerde patiëntaccounten. Dus zijn dit patiënten die thuis een profiel aangemaakt hebben bij Diacent en op afstand data delen met het ziekenhuis. En wie worden er niet geüpgraded naar Glooko? Dat zijn de persoonsgebonden kliniekaccounts, dus de accounts die de teamleden bijvoorbeeld gebruiken om zelf in te loggen op het Diacent platform. En dat zijn de patiëntaccounten die aangemaakt zijn in de kliniek zelf, dus na het uitlezen van een apparaat bijvoorbeeld. Nou, tot slot willen we eraan toevoegen dat er geen apparaatgegevens overgebracht zullen worden van Diacent naar Glooko toe. Het is goed om daar rekening ook mee te houden. Want allereerst, wat betekent dit proces voor de klinieken? Klinieken kunnen zich voorbereiden op het upgradeproces zelf. Realistisch gezien is het beste om daar een specifieke datum voor uit te kiezen om de upgrade te voltooien. U heeft dan de tijd om de professionele gebruikers van uw Diacent-account voor te bereiden en op de hoogte te stellen. Allereerst kiest u een specifieke datum om de upgrade te voltooien en stelt u alle gebruikers binnen de kliniek hiervan op de hoogte. U stelt voorafgaand vast wie de kliniekbeheerder zal zijn. Dit wordt ook wel de admin genoemd, of de primaire contactpersoon. Hij of zij zal namelijk het upgradeproces namens uw kliniek gaan doorlopen. Tevens willen wij u aanraden voorafgaand aan het proces een lijst met e-mails voor de gebruikers samen te stellen. Als onderdeel van de stappen zult u namelijk uw collega's gaan toevoegen in Glooko. De kliniekbeheerder zal ook de gebruikersvoorwaarden voor Glooko moeten kunnen accepteren om upgrade af te ronden. Daarnaast willen we ook aanbevelen om voorafgaand de compatibiliteit van apparaten te controleren. Gebruikt u bij de kliniek bijvoorbeeld een reeds specifieke apparaten, bekijk dan voorafgaand aan de upgrade of deze al toegankelijk zijn in Glooko. Tot slot willen we u vragen voldoende tijd in te plannen voor het upgradeproces. U wordt via de Diacent webapp op de hoogte gebracht wanneer het uw tijd is om te upgraden naar Glooko. U zult een pop-up zien die lijkt op degene die we hier op het scherm zien en kunt vanuit hier de instructies in de pop-up volgen en zult daar ook meer informatie vinden met betrekking tot de upgrade zelf. Tevens zal er een link zijn waarop u kunt klikken voor verdere info en een video over de upgrade en die alle bijbehorende stappen zal laten zien. Nadat u het upgradeproces heeft doorlopen, kunt u de gegevens op Diacent wel blijven bekijken, echter alleen in een alleen lezen formaat. U zult ook, zoals eerder besproken, een periode van 4 maanden hebben om de upgrade af te ronden. Dat geeft u dus voldoende tijd om de upgrade naar eigen planning uit te voeren.
Hoe zal het verloop van de upgrade eruit zien? De kliniek die wordt gevraagd de naam en de e-mailadres van de beheerder in te voeren. De beheerder is dus degene die het upgradeproces zal doorlopen. Hij of zij kiest ook een wachtwoord voor het admin-account en zal dus nu in kunnen loggen bij Glucu en om de voorwaarden te accepteren. Daarna zult u uw Glucu kliniek-account kunnen gaan gebruiken. Er zijn tot slot 3 eenvoudige laatste stappen om te volgen. De beheerder wordt gevraagd om in te loggen op Glucu, de transmitters opnieuw op te starten, zodat deze zich kunnen verbinden met uw nieuwe Glucu-account. En uiteindelijk, zoals eerder ook aangegeven, zal u uw collega's als professionele gebruikers gaan toevoegen, zodat ook zij kunnen gaan gebruik gaan maken van de Glucu Kliniek account. Wat betekent de upgrade voor de diabetespatiënten bij uw kliniek? Patiënten zullen op de hoogte worden gebracht zodra u de upgrade naar Glucu als kliniek hebt afgerond. Iemand die data deelt van over afstand zal een e-mail ontvangen waarin staat dat hun kliniek/ziekenhuis de upgrade naar Glucu heeft gedaan. De patiënt wordt in diezelfde mail gevraagd om zich met de kliniek te verbinden en data te delen. Dan helpt onze upgrade tool helpt de patiënten vervolgens stap voor stap bij dit proces. Zodra de patiënt de upgrade heeft afgerond, kunnen zij hun data dus gaan delen in Glucu. U zult het straks ook terugzien in enkele rapporten die we gaan laten zien. Wanneer patiënten gebruik zullen gaan maken van de upgrade tool, zullen zij gevraagd worden om een telefoonnummer en e-mail in te voeren. De e-mailadres te bevestigen en de gebruikersvoorwaarden van Glucu te accepteren om gebruik te kunnen gaan maken van ons platform. Nadat de upgrade naar Glucu is voltooid, is natuurlijk de vraag wat gebeurt er in DiaCent. Voor klinieken geldt dat zij gegevens kunnen blijven bekijken binnen het DiaCent platform. Zoals net ook aangegeven zal het echter in een alleenlezerformaat zijn en kunnen zij daarbij geen nieuwe patiënten toevoegen of uitnodigen. Ook zullen de uploads die via de transmitters gedaan worden naar het nieuwe Glucu-account toegaan en niet meer naar DiaCent. Er kunnen dus ook geen nieuwe apparaatgegevens worden geüpload naar DiaCent. Voor patiënten geldt dat zij de webapplicatie voor DiaCent kunnen blijven gebruiken. Dit geldt precies ook zo voor de mobiele app en de DiaCent-uploader die zij thuis op de computer hebben geïnstalleerd. En wat gebeurt er in Glucu na een succesvolle upgrade? Klinieken en patiënten die zullen het upgradeproces doorlopen en volledige toegang tot Glucu hebben. Wij zullen hun via verschillende pop-up berichten wegwijs maken over hoe het systeem in zijn werking gaat. Dan wil ik nu met u even een korte demo doen over het upgradeproces voor de kliniek. In deze video laten we u zien hoe u uw DiaCent-account kunt updaten naar Glucu. De beheerder van het DiaCent-account, vaak ook wel de admin of de primaire contactpersoon, is de enige die de update kan uitvoeren met zijn of haar gebruikersnaam en wachtwoord. De medewerkers van het team, die vaak ook hun eigen inloggegevens gebruiken, die kunnen update-informatie ontvangen, maar hebben geen toegang tot de update-tool. Wanneer het tijd is om de update voor uw kliniek uit te voeren, ziet u bij het openen van het DiaCent-account een bericht verschijnen in de vorm van een pop-up venster. Hierin staat alle benodigde informatie. Zo bevat dit bericht onder andere de specifieke informatie over de update, een link naar ons helpcenter waar u artikelen met tips en ook veelgestelde vragen terugvindt en een video waarin we uitleggen hoe u deze update uitvoert. Iedere kliniek of ziekenhuis heeft enkele weken om up te graden. We zullen in dit venster ook aangeven welke deadline voor u geldt. Er zijn enkele details waar u rekening mee moet houden voordat u de upgrade naar Glucu uitvoert. Zo kan alleen de beheerder, dus de admin van het DiaCent-account, de upgrade uitvoeren. En de tool die wordt gebruikt om de upgrade te doen, die registreert de transmitters, dus de apparaten waar u de meters mee uitleest bij de kliniek, op het nieuwe Glucu-account. En dat wil zeggen dat zodra de update voltooid is, kunnen de gegevens niet langer worden geüpload naar DiaCent met diezelfde transmitters. En de beheerder die de update uitvoert, is daarnaast ook verantwoordelijk voor het toevoegen van zijn of haar teamleden. We raden dan ook aan om een juist moment op de dag hiervoor te kiezen om dit te doen. De update zelf duurt slechts een aantal minuten, maar het instellen en het aanmaken van de individuele accounts voor uw teamleden, dat kan langer duren. Dat hangt er natuurlijk ook vanaf hoeveel mensen in uw team met DiaCent gaan werken en dus hoeveel individuele logins u aan moet maken.
Door op Upgrade to Glucu te klikken, begint het upgrade proces. Tijdens deze stap voert u de voornaam, achternaam en het e-mailadres van de accountbeheerder in. U kiest een wachtwoord dat voldoet aan de beveiligingscriteria die Glucu stelt. Zodra u dit scherm voor u ziet, heeft Glucu uw nieuwe professionele beheerdersaccount aangemaakt. Het proces gaat verder op de pagina van Glucu. Om in te loggen op uw nieuwe Glucu-account, gebruikt u het e-mailadres en wachtwoord dat u eerder heeft gekozen. U dient de gebruikersvoorwaarden te accepteren om de update te kunnen voltooien. Vanaf dit moment zal Glucu patiënten die gegevens met u delen via hun Diascent-account laten weten dat hun zorgverlener de upgrade naar Glucu succesvol heeft afgerond. We nodigen deze patiënten dan uit om een eigen Glucu-account aan te maken. En wanneer zij deze upgrade hebben voltooid, kunt u als zorgverlener deze accounts terugzien in uw patiëntenlijst in Glucu. De Glucu Upgrade Tool verbindt uw transmitters automatisch met uw nieuwe Glucu-account. Houd er echter wel rekening mee dat u de transmitters dient te resetten, zodat deze de juiste instellingen hebben. U doet dit om het proces volledig te kunnen voltooien, zodat de uploads die met de transmitters gemaakt worden in uw nieuwe Glucu-account zullen verschijnen. De volgende stap is het toevoegen van uw collega's. U voegt een gebruiker toe door rechtsbovenin op Nieuwe professionele gebruiker toevoegen te klikken. Om een nieuwe gebruiker toe te voegen, voegt u de voor-, achternaam en het e-mailadres in. Hoe lang dit proces zal duren, dat is afhankelijk van de grootte van uw team. Desondanks zullen wij adviseren om voorafgaand een mailinglijst klaar te hebben, om dit proces gemakkelijker en sneller te laten verlopen. Elk lid van uw team ontvangt een e-mail waarbij ze worden uitgenodigd om in een professionele Glucu-login te activeren. Nadat dit proces voltooid is, bent u klaar om de gegevens naar het nieuwe account te uploaden en te analyseren. Bedankt voor uw aandacht tijdens dit korte overzicht van onze upgrade tool voor klinieken. Nu gaan we verder kijken naar een overzicht van Glucu. Allereerst, waarin verschillen Glucu en Diascent bijvoorbeeld? En kort gezegd lijken ze best wel veel op elkaar. Veel van de functionaliteiten en rapporten die u kent vanuit Diascent zullen in Glucu ook terug blijven komen. Echter, beschikt Glucu over de extra flexibiliteit om in de toekomst meer mogelijkheden en functies te kunnen leveren. Functies waar u als patiënt of zorgverlener erg veel profijt van zult hebben. Zorg optimaliseren en interessante inzichten bieden. Dat zijn twee kernwaarden die voor bij Glucu erg belangrijk zijn. Zo kunt u als patiënt veilig gegevens uploaden en delen, of dat nu vanuit de kliniek is of thuis, via de webapp of de mobiele app. Het is gemakkelijk om een hele reeks verschillende apparaten te uploaden. Zo zijn wij op dit moment compatibel met ongeveer 95% van alle verschillende diabetesapparaten op de markt. Zo kunt u dus gemakkelijk een apparaat vinden dat perfect past bij de patiënt en ook nog compatibel is met Glucu. Daarnaast zult u zien dat we binnen Glucu een hele reeks gegevenstypes visualiseren in rapporten die gebruikt kunnen worden om het dialoog tussen de patiënt en de zorgverlener te verbeteren. Glucu rapporten voor klinische besluitvorming. Wellicht doet dat u niet helemaal duidelijk kunt zien op de afbeeldingen, maar we hebben een aantal overzichten verzameld van hoe de gegevensrapporten er in Glucu uit kunnen zien. Zo hebben we bijvoorbeeld een samenvatting, dus u kent ook binnen Diascent. Die geeft een beknopt overzicht van de grote hoeveelheid gegevens en stelt u in staat belangrijke statistieken in te zien die u wellicht verder wilt onderzoeken. Vervolgens hebben we het overzicht, dat gegevens uit verschillende bronnen over een lange periode vergelijkt, waarmee u interactief zelf de grafiek kan instellen. Dit geeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om extra in te zoomen op interessante dagen en deze in meer detail te bekijken. Vervolgens hebben we de overlay, waarmee u de bloedglucose en de CGM-gegevens voor afzonderlijke dagen of voor alle dagen van de week kunt bekijken. Dit is een heel flexibel rapport waarmee u bijvoorbeeld bepaalde dagen kunt afvinken of zo isoleren en echt kunt inzoomen op het gedrag van de patiënt. Dan hebben we de kalender. En de kalender toont opnieuw de gegevens uit verschillende bronnen. Bloedglucose, CGM, de insulinepomp en evenals aangesloten pennen. U kunt al deze gegevens meerdere dagen tegelijk naast elkaar zien. Vervolgens in meer detail inzoomen op deze dagen. Dan hebben we ook het logboek. Dit is een traditionele opvatting waarmee veel patiënten en zorgverleners bekend zijn. Het biedt een eenvoudige, diepgaande inzichten in verschillende categorieën informatie die zijn geüpload. Daarnaast hebben we het inzichtenrapport.
Dit wordt over het algemeen gebruikt met insulinepompen en toont de impact van bepaalde belangrijke gebeurtenissen, zoals het veranderen van de set en de locatie bijvoorbeeld, het gebruik van een tijdelijke bazaal en de impact die deze hebben op de bloedglucose in de loop der tijd. En dan hebben we tot slot het tabbladapparaten. Hiermee krijgt de arts inzicht in welke apparaten een patiënt gebruikt en de instellingen daarvan. Het is dus ideaal als u terug wilt naar eerdere instelling. We zullen deze rapporten meer detail behandelen tijdens het volgende webinar in deze reeks. Dan wil ik nu de patiëntenlijst binnen Klukku aanhalen. Deze wordt ook wel de Population Tracker genoemd. Hierin kun je aparte tags, oftewel filters, aanmaken voor patiënten. Zo kun je individuele patiënten taggen op basis van een aandoening waarmee ze worden behandeld. Misschien het type therapie dat ze ondergaan. Of zelfs het type diabetes dat ze hebben. Je kunt op deze manier de filters inzetten om patiënten te taggen en te organiseren. Of dat nou bijvoorbeeld voor speciale zwangerschapklinieken zijn of een kliniek die wordt beheerd door een speciale groep zorgverleners. De tags helpen u eenvoudiger beheer uit te voeren en het stroomlijnen van lange patiëntenlijsten mogelijk te maken. En dat is natuurlijk handig als u een drukke kliniek heeft met lange lijsten met patiënten. Vanuit de patiëntenlijst zelf kunt u ook individuele patiënten uitnodigen om gegevens van het thuis te delen. Ze zullen een uitnodiging ontvangen waarmee ze de Klukku-app kunnen downloaden en dus ook verschillende apparaten kunnen gaan uitlezen. In de Klukku Kliniek account hebben we verschillende manieren om gegevens te uploaden. Zo kunt u de Klukku Transmitter of de Klukku Uploader gebruiken. De transmitter die u op het scherm ziet, die kent u vast en is geschikt voor de mobiele telefoons en heeft ook connectiviteit voor Bluetooth, NFC, USB en heeft zelfs een infrarood venster dat door sommige apparaten wordt gebruikt. Nadat u de upgrade hebt uitgevoerd, dient u de transmitter opnieuw op te starten om er zeker van te zijn dat deze de nieuwe instellingen gaat ophalen die nodig zijn voor de overdracht van gegevens naar uw nieuwe Klukku-account. Het aanmaken van patiëntenaccounts en het toewijzen van apparaten. Een apparaat toewijzen. Wanneer u voor de eerste keer apparaat uploadt, zult u zien dat deze niet langer in Diacent verschijnen, maar onder het tabblad apparaten toewijzen in uw nieuwe Klukku Kliniek account. Vanuit hier kunt u de apparaten en uploads toewijzen aan patiënten in Klukku. U kunt even ook nieuwe patiënten aanmaken vanuit het tabblad, PDF-rapporten maken, gegevens bekijken, instellingen wijzigen en noem het maar op, nog veel meer dus. Een van de belangrijkste verschillen tussen Diacent en Klukku is dat u elke upload dient toe te wijzen. Dus nadat u het apparaat heeft geüpload, dient u op het upload toe te wijzen aan een specifieke patiënt. Die gegevens worden vervolgens opgeslagen in het Klukku-profiel van die patiënt. Doet u dit niet, dan heeft u 24 uur lang de tijd de upload toe te wijzen. Daarna zal deze uit de lijst verwijderd worden en dient u het apparaat opnieuw up te laden. Belangrijk dus om daar rekening mee te houden. In diezelfde tab met toegewezen apparaten vindt u de verschillende type apparaten terug die zijn geüpload. Dus de CGM, de insulinepompen, de aangesloten pennen, etc. Deze kunt u ook filteren en kijken welke apparaten vanuit welke transmitter zijn geüpload. Nadat u het apparaat aan de patiënt heeft toegewezen, ziet u als er een overeenkomst is de naam van de patiënt ernaast verschijnen en kunt u klikken op apparaat toewijzen aan die patiënt. Mits deze zich natuurlijk in het systeem bevindt. Is dat niet het geval, dan heeft u de mogelijkheid om het apparaat aan een nieuwe patiënt toe te wijzen. Dus binnen het formulier dat zich dan op het scherm wordt weergegeven, kunt u de patiëntenlijst doorzoeken op basis van criteria bijvoorbeeld die u in het formulier invult, of verder gaan met het aanmaken van een nieuw patiëntenprofiel. Zoals u hier op het scherm kunt zien, hebben we de mogelijkheid om het apparaat toe te wijzen aan het patiënt die zich al in het systeem bevindt. Maar daarnaast kun je ook een patiënt opnieuw opzoeken of een heel nieuw account aanmaken vanaf het begin. Het systeem suggereert indien er al soortgelijke accounts bestaan. Zo proberen we dus duplicaties ook te voorkomen. In tegenstelling tot Klukku, Diacent, waar onderscheid gemaakt wordt tussen de accounts die in de kliniek aangemaakt worden en de account die de patiënt van het huis creëert, zullen we in Klukku slechts één type profiel gaan gebruiken. Deze kan dus door de kliniek ook worden aangemaakt. En als de patiënt dan vervolgens wordt uitgenodigd om de gegevens van het huis te delen,
dan kan hij of zij daar een wachtwoord aan toewijzigen. En dan het account dus voor zichzelf claimen. Op dat moment kunnen ze ook beginnen met het uploaden met gegevens vanuit huis uit. Dat betekent dat er ook maar één patiëntprofiel binnen de klinieklijst zal staan. En dat maakt het natuurlijk veel makkelijker. Dat voorkomt de duplicaties en ook als je met veel patiënten werkt, hele lange patiëntenlijsten, die zullen daarmee voorkomen worden. Naast het tabblad apparaten toewijzen, zien we het tabblad met patiënten bekijken, zoals op de afbeelding ook weergegeven wordt. Je kunt vanuit het tabblad gemakkelijk een nieuw patiëntprofiel aanmaken. Nu klik daarbij op patiëntaccount aanmaken. Zodra je op deze optie klikt, opent er een formulier waarmee je een nieuwe patiënt kunt registreren. Als onderdeel van dit registratieproces dient u het e-mailadres in te voeren, dat vervolgens een automatische uitnodiging zal activeren en deze zal aan de patiënt verstuurd worden. In die uitnodiging wordt de patiënt gevraagd om zich te registreren voor Glooko. Hij of zij stelt een wachtwoord in en downloadt daarbij ook de Glooko-app. U kunt het makkelijk zien vanuit de patiëntenlijst zelf en kunt vanuit hier ook de uitnodiging opnieuw verzenden indien de patiënt de uitnodiging bijvoorbeeld is kwijtgeraakt of per ongeluk heeft verwijderd. Zodra het formulier zich opent om een nieuw account aan te maken, vul je de voor- en achternaam in van de patiënt, zowel als de geboortedatum en het e-mailadres. Zoals eerder aangegeven, ontvangt de patiënt een automatische uitnodiging. En vanaf dat moment kunnen zij zich registreren op Glooko en bevestigen dat dit profiel in de kliniek voor hen is aangemaakt. Zoals we al eerder aan bod lieten komen, is het belangrijk om voorafgaand goed te bekijken welke van de meters reeds compatibel zijn met Glooko. Je vindt dit bijvoorbeeld terug op de Glooko compatibiliteitspagina en in de handleiding voor de transmitters. Dus hier vind je tevens alle fabrikanten en meters terug die uit te lezen zijn via Glooko. Of dit nu bloedglucosemeters zijn, insulinepompen, pennen of CGM-meters. Net zoals in DSN zal Glooko ook de mogelijkheid bieden om vanuit thuis of op afstand gegevens te synchroniseren. Bijvoorbeeld via de Glooko mobiele applicatie, de uploader software voor de PC of de Mac, of via onze cloud-to-cloud verbinding. Voor apparaten die niet via Bluetooth of cloud-to-cloud verbonden kunnen worden, is vaak een USB-kabel nodig. Tot slot wil ik met u enkele veelgestelde vragen doornemen die wij reeds hebben ontvangen. Bijvoorbeeld, is de gebruikersnaam van de kliniek anders? Het antwoord erop is ja, want de kliniek die ontvangt een nieuwe gebruikersnaam bij de upgrade naar Glooko. Gaan wijzigt de kliniek-ID dan? Ja, de unieke kliniek-ID die wij op DSET hadden, die zal op Glooko een ProConnect-code gaan heten. Het werkt op een vergelijkbare manier. Zodra de patiënt de ProConnect-code ontvangen heeft, kan hij of zij deze op zijn profiel invoeren en de gegevens van het huis beginnen te delen. Zijn er verschillende manieren uploaden? Ja, die zijn er zeker. Zoals aangegeven, ook bij de kliniek kunnen gebruik gemaakt worden van de uploader en de Glooko transmitter. Patiënten die kunnen ook uploaden via een mobiele Glooko app of de uploader zelf op hun thuis op hun laptop installeren. Het is echter wel belangrijk nogmaals om dat tijdslimiet van 24 uur om een apparaat toe te wijzen goed in de gaten te houden. En anders zal het namelijk niet langer mogelijk zijn of niet langer zichtbaar zijn op het tabblad toegewezen apparaten en dient u opnieuw up te laden. Voordat we het webinar afsluiten, wil ik even kort met u kijken naar de mogelijkheden tot extra support. Onze supportafdeling staat voor u klaar van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 5. Daarnaast vindt u op onder andere support.glooko.com en support.dyson.com veel antwoorden terug op veelgestelde vragen, vindt u hulpartikelen en staan er zelfs video's voor eventuele verdere instructies. Bij deze wil ik u hartelijk bedanken voor uw aandacht tijdens dit webinar. Graag gaan we nu met u verder naar de vragenronde.